Hey, welkom in een nieuwe week en een nieuwe video waarin ik het met jou wil hebben over het diepe verlangen dat we allemaal voelen naar eenheid. Wat is het? Het diepe verlangen naar eenheid. Wanneer je goed kijkt en de wereld om je heen observeert, dan ga je merken dat het enige waar elke ziel eigenlijk naar op zoek is, de kans is om diepe zielsliefde te ervaren. Een soort verlangen die eigenlijk terugkeert, waarbij je het gevoel hebt dat je terugkeert naar eenheid, naar geborgenheid, net zoals dat we ons voelden toen dat we nog deel uitmaakten van het geheel. En net daar zit ook dan weer de illusie dat we mogen leren zien, dat we mogen leren voelen, dat we nooit los zijn van het geheel. Omdat het geheel uiteindelijk in ons weerspiegeld wordt. Tegelijkertijd zijn we eigenlijk een uniek deel van het geheel. Dus zou je kunnen zeggen dat we eigenlijk niet mogen blijven of niet moeten blijven treuren over wat dat we verloren hebben, over de kansen dat we verspeeld hebben. En zou ik gewoon kunnen zeggen, we treuren ook niet langer over wat dat je veel te lang als vanzelfsprekend hebt gevonden, want als iets vanzelfsprekend voor je was, dan zal het zeker niet de diepe, onvoorwaardelijke liefde geweest zijn die je ervaard hebt, zoals je wel waard bent. Dus geef je over aan het leven en laat het universum jou tonen waar je nog werk te doen hebt. En ik weet het. Soms zie je het even niet meer, soms voel je het niet meer en wil je eigenlijk liefst van al gewoon opgeven. En ik kan je niet vertellen hoeveel keer ik al wenste voor een soort van afstandsbediening waarbij ik de wereld op pauze kon zetten. Zodat ik op adem kon komen, kon rusten en even niet het gevoel had dat ik moest vechten. Even niet sterk zijn, even niet positief zijn. Gewoon even niks. En de laatste jaren, als ik eigenlijk zo zou mogen zeggen, de laatste eeuwen, waren heel uitdagend voor ons mensen. Als je het nieuws opzet, dan worden die gevuld met beelden over oorlogen, aardbevingen, hongersnoden en noem het maar op. En zien hoeveel kinderen en hoeveel broeders en zusters van ons eigenlijk aan het lijden waren, aan het lijden zijn, wetende dat er eigenlijk ook veel anderen zijn die het veel beter hebben. Die zich geen zorgen moeten maken over of dat ze tegen het einde van de week wel eten gaan kunnen kopen voor hun kinderen. En dan ga je jezelf gaan afvragen van hoe komt het dat deze aarde een plek geworden is waarin dat er zoveel onrecht, zoveel lijden is. Terwijl dat je geluk mag hebben als er gewoon iemand naar je omkijkt. Ik heb het meermaals meegemaakt dat er iemand viel op straat. En door het uiterlijke van die persoon dat mensen gewoon voorbij liepen en geen hulp boden. Zelfs toen ik nog werkzaam was als politieambtenaar, kon ik ook elke dag ervaren hoe deze wereld er leek te zijn van ongelijkheden, van onrechtvaardigheden. En het maakte me verdrietig en tegelijkertijd ook wel dankbaar voor de dingen die ik toen wel had. Omdat ik zag en ervaarde hoe mensen het moeilijk hebben. En hoe dat mensen niet weten hoe dat ze hun leven kunnen verbeteren. Sommigen vervallen in verslavingen om de pijn dat ze diep voelen te kunnen verdoven. Maar alleen daarmee krijgen ze geen beter leven. Integendeel. Anderen geven dan de schuld voor hun problemen aan de overheid of aan een baas of een ander mens. Voor de pijn dat ze voelen, voor de pijn dat ze denken dat hen werd aangedaan. En nog anderen proberen, maar voelen geen ondersteuning of ze gaan twijfelen aan zichzelf. En als ik terugkijk op de laatste jaren van bewust worden en zelfontwikkeling, dan kon ik ook kiezen om op te geven. Kon ik ervoor kiezen om terug in het systeem te stappen. Maar ik heb dat niet gedaan. Waarom? Omdat er een diep verlangen in mij was dat ervoor zorgde dat ik eigenlijk niks anders kon doen dan blijven gaan. Doen wat ik nog steeds doe. Ook al is niet elke dag even gemakkelijk en ook al is niet altijd dat je onmiddellijk resultaat ziet van het werk dat je doet. En
ook ik ben moe van het lange vechten, van het gevoel te hebben dat niet alle zaadjes die je plant al onmiddellijk naar boven komen en uitkomen. Dus weten dat ik jouw lijnen zie, ik voel je pijn, ik hoor de gedachten die jouw hek maken van angst. En dat talent, want ik noem het een talent, om dat ook allemaal te mogen ervaren en te mogen zien, is mij gegeven omdat ik jou zou begrijpen. Maar vergeet niet dat ik ook hetzelfde pad heb gelopen. Omdat ik net zou ervaren wat jij ervaart. En je kan het met me eens zijn of je kan het niet met me eens zijn, maakt niet uit. Maar de grootste leiders zijn de mensen die inspireren. En niet door wat dat ze hebben, niet door het bedrag die op een rekening staat. Zelfs niet door wat dat ze zeggen. Het gaat veel meer over wie ze zijn. Door de energie, door de vibe die ze uitstralen. En dan komen we eigenlijk op het puntje authenticiteit. Authenticiteit is hip in deze tijden. Iedereen zwaait ermee naar je oren. En ook vanuit marketing oogpunt is het heel wijs om hiermee aan de slag te gaan. Maar dat is iets wat je niet kan begrijpen met je logische verstand. Je moet het voelen. Het is iets wie dat je bent. Dus je kunt het niet gaan bedenken van ik ga me zo en zo gedragen, ik ga dit en dat zeggen en dan ga ik op een authentieke manier overkomen. Nee. Je kan daar zelfs niks over leren. Het maakt niet uit als je dat cursussen of begeleiding overvolgt. Enkel via de weg van je hart zal je ontdekken wie dat jij authentiek bedoeld bent te zijn. En ik liep net als velen al een lange weg op dit pad van bewust worden. En er zijn momenten geweest waarop ik het nut niet langer zag van het kiezen voor licht of van eenheid of van het werken aan je schaduwen of van je angsten te transformeren. Maar nu zijn we op een punt gekomen, op een keerpunt in de evolutie gekomen. En voel ik dat ik zelf nog standvastiger ben geworden om te blijven staan voor wie ik ben en voor wat ik hier kom doen. Of dat het mij nu iets brengt of niet, het maakt niet uit. Het gaat om dat het jou brengt. En de laatste dagen in mijn leven dan waren er opnieuw in stilte. Het waren dagen van zelfreflectie die mij natuurlijk ook weer nieuwe inzichten en weer nieuwe groei hebben gebracht. En eigenlijk is de stilte er gekomen op een hele domme manier. Ik ben heel dom op een domme manier gevallen en had me behoorlijk pijn gedaan. En dat deed me nadenken, want aan de buitenkant zie je alleen de kwetsuren en natuurlijk de vele blauwe plekken. Maar het liet me ook ervaren dat niet alles is wat het lijkt. De dag na mijn val bijvoorbeeld kwam er een hele hevige pijn. En het confronteerde me met mezelf, met mijn beperkingen, met bepaalde ideeën dat ik nog had, vooral bepaalde patronen, wat ik eigenlijk als een automatisme nog in verviel, op momenten dat ik mij zwak voelde, dat ik bijvoorbeeld inderdaad letterlijk gekwetst was. En hoe graag ik ook altijd de sterke ben, een stukje ook waarschijnlijk doordat ik de oudste ben in mijn gezin van afkomst, dat ik ook iemand ben waar mensen al mijn ganse leven advies aan vragen, dan moet ik toch nog toegeven dat er altijd een punt is waarop je ook zelf altijd een held nodig hebt. Iemand waarvan je weet dat er altijd iemand is, iemand anders is die het roer eventjes van je overneemt als je zelf het voor bekeken wil houden. En dat is wat ik bedoel met het leven even op pauze kunnen zetten. Als we klein zijn, dan zorgen onze ouders hiervoor. Hè? Tenminste, als je het geluk hebt gehad om op te groeien in een liefdevol gezin, waarin dat er voor jou gezorgd wordt. Want ook niet iedereen, ik ben me daar bewust van, niet iedereen heeft dat geluk. En ik ben daar dankbaar voor dat ik dat heb erkend en dat ik nog steeds heb. Dus toen mijn ouders afgelopen week er wilden zijn voor mij, had ik eerst vanuit mijn eerste reactie zoiets van ja, dat is niet nodig, ik kan wel voor mezelf zorgen, ik kom naar in orde. Maar toen erkende ik het patroon van waarbij dat ik het eigenlijk altijd wel alleen wil oplossen en altijd wel alleen wil doen en altijd wel eens sterker wil zijn. Terwijl eigenlijk diep, diep van binnen ik op dat moment gewoon even niks wil. Ik wou dat er ook anderen even er waren voor mij en daarom heb ik eigenlijk die hulp ook met beide handen gegrepen.
Niet omdat ik het dus niet alleen zou kunnen, maar wel omdat ik het op mezelf waard vond om weer eens voor gezorgd te worden. En ook toen dan mijn tweelingvlam even het roer uit handen nam en het overnam, heb ik dan mijn dankbaarheid en liefde aanvaard. Want tenslotte heeft elke held, elke leider, elke healer of wat dat je ook bent, we hebben allemaal liefde nodig. En tenslotte, waar je ook bent in je leven, waar je ook heen reist, als er iets is dat vaststaat, dan waar je zelfs op mag vertrouwen, waar je mag op vertrouwen, dan is dat liefde altijd met je mee reist. Waar je ook naartoe gaat, waar je ook heen gaat. Want het leven gaat erover dat het universum ons verschillende richtingen opstuurt. Met als bedoeling dat we de wereld in zouden trekken. Letterlijk en figuurlijk. Dat we ervaringen zouden opdoen, dat we zouden leren. En dat doen we nu eenmaal met vallen en opstaan. En dan likken we onze wonden en gaan we weer door. Maar we vergeten dat er ook diepe innerlijke wonden zijn die geheeld moeten worden. En dan vergeten we vaak om die de tijd te geven om die ook te helen. Want het zijn niet de oppervlakkige wonden die jou het meeste beïnvloeden en weghouden van jouw zielsgeluk. Zeker niet. Het zijn die etterende, diepe wonden, diep in jezelf, die er ook voor zorgen dat jouw hart gesloten blijft. Vaak uit de angst om opnieuw ontgoocheld te worden. Uit onzekerheid of dat je het wel verdient. Door twijfel, omdat je niet goed weet wie je nu eigenlijk zelf bent. Maar wanneer je vertrouwt dat het universum je niet alleen naar een bestemming stuurt, maar er ook voor zorgt dat je alles hebt wat je nodig hebt dan, om die tocht te maken, dan brengt dat een zekere rust. En dan rest er enkel nog van jou dat jij geniet van, van die reis, van de avontuur. En daarom wens ik jou dat licht van liefde. Waarom? Omdat het licht van liefde ook jouw verloren stem mag helen en genezen. En ik wens niet om de maan en ik wens niet om de zon voor jou. Waarom niet? Omdat ik weet dat de maan en de zon, net als elk sterrenstof, al in jou aanwezig is. Het is wie dat je bent. Onvoorwaardelijke liefde. En het enige dat verkeerd is, is gewoon het feit dat je vergeten bent hoe het is om dat te zijn. Dus ik wens jou moed en ik wens jou vertrouwen opdat je jouw hart opnieuw volledig durft te openen voor de kracht van onvoorwaardelijke liefde. Want dat is waar het echt om gaat in dit leven. Ten slotte, niemand werd er geboren op deze aarde met de bedoeling om anderen te kwetsen. Het is de gebroken spiegel in jezelf, in onszelf, die ervoor zorgt dat we de wereld zien en ervaren als gebroken, als onbetrouwbaar, als slecht, als vernietigend. Dus heel die spiegel in jezelf, mooi mens. En kijk met een frisse blik de wereld tegemoet. Niets is wat het lijkt aan de buitenkant. Denk maar aan mijn wonden. Dat is het nooit. En wanneer dat jij jouw innerlijke wereld schoonmaakt, uitzuivert en vooral veel liefde geeft en liefde toelaat, dan zou jouw spiegel dat ook weer gaan tonen aan de buitenkant. En dan ga je de ervaringen weer opdoen in jouw realiteit die dat bevestigen. Dus ik wens jou veel onvoorwaardelijke liefde en dat het liefde ook jouw licht weer mag laten stralen en mag laten schijnen. En je weet dat wanneer je het even niet meer weet, wanneer je even de wereld op pauze wil zetten, dat er altijd mensen om je heen zijn die jou willen verder helpen. En ik ben ook een van hen. Als je voelt dat je begeleiding nodig hebt, dat je ondersteuning nodig hebt, twijfel dan niet langer, neem gewoon contact op en dan kijk we op welke manier dat ik jou van dienst kan zijn, dat ik behulpzaam kan zijn, zodanig dat je weer verder kan. Zodanig dat je niet moet blijven zitten waar je nu zit. En zoals altijd wens ik deze video en deze boodschap af te sluiten met oneindig veel licht en liefde voor jou. Tot in de volgende!